heet Bert van den Bossen. Ik zou me een zachte hardcore activist noemen. Hardcore activist betekent voor mij vooral uitkijken naar wat we kopen. Eerlijke kleding, eerlijke voeding, voeding met een lage ecologische voetafdruk en duurzaam bewegen. Zoals de meeste Vlamingen hebben wij ook wel thuis een wagen, maar die wordt echt minimaal gebruikt. Ik probeer al mijn verplaatsingen te doen met de fiets of te voet. Ik engageer me bij Broederlijk Delen, omdat ik heel erg geloof in een rechtvaardige wereld. Een woord dat in mijn woordenboek voorkomt is dienstbaarheid. En ik denk ten dienste staan van de mensen en de gemeenschap, dat dat echt wel iets waardevols is. Ik ben in de parochie Sint Lambertus Ekeren lid van het parochieteam. Dat is zowat het parochiebestuur, waar ik duivel doe al ben. Ik ken de 25% revolutie. Van zodra dat 25% van de bevolking mee is in het verhaal, is er echte verandering mogelijk. Graag wil ik andere mensen ook oproepen om mee te doen met de 25% revolutie. Als je wil dat de wereld verandert, begin dan bij jezelf.